goed. We gaan het meemaken. U heeft in ieder geval meegekregen dat het drie totaal verschillende interviews gaan worden. Roderick, wij zijn er klaar voor. Nee, met jou. Ja. Briefje erbij. Ja, klein. Jasje dicht. Bent u er klaar voor? Ja, het is nu of nooit, hè? Ja, het is nu of nooit. Wij zijn er klaar voor. Dames en heren, het eerste interview. Nee, blijft u daar. Oh. Mevrouw Kaag. Hallo. Dag. Dag. Ik ben Roderick Velo en ik werk voor RTLZ. En ik doe daar interviews en ik schrijf columns. En ik wil met u praten, het kwam al net een klein beetje aan de orde. Met De Wereld Draait Door, maar u bent sinds 2017 bent u minister. Ja. Daarvoor heeft u een lange carrière gehad bij de Verenigde Naties, een indrukwekkende carrière. En in 2017 bent u eigenlijk ingevlogen door uw partij D66 om minister te worden in het kabinet Rutte 3. De afgelopen twee jaren, was dat een hernieuwde kennismaking met Nederland? Ja en nee. Laat ik met het nee beginnen. Het nee natuurlijk is een groot deel ik ben hier opgegroeid. Ik ben naar school gegaan, middelbare school. Ik heb nog een jaartje in Utrecht gestudeerd. Ik ben daarna in het buitenland gaan studeren, ben verder gegaan. Maar ik ben altijd af en aan, ook elke zomer, lange periodes, zeker tijdens mijn studententijd, altijd weer terug geweest. En daarna heb ik natuurlijk na een periode bij Shell, waar je ook af en aan Shell hoofdkantoor, dan ben je weer in Nederland. Dus ik ben af en aan altijd vaak in Nederland geweest, maar ik heb er niet meer gewoond. Dus het is niet zo dat je als een soort Nederlandse Amerikaan uit de 50e jaren met de boot bent vertrokken en dan 30 jaar kom je voor het eerst weer terug. U was het niet kwijt? Met Nederland? Nee, absoluut niet. Nee. Nu bent u... Ja, ik onderbreek ik u een klein beetje. Ja. Ja, dat is goed. Nu bent u minister van Handel, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking. Ja. En u bent opnieuw veel in het buitenland. Waar ik benieuwd naar ben is... Hoe onderhoudt u het contact met Nederland? Hoe voedt u zich door te weten wat er leeft in de Nederlandse samenleving? Premier Rutte, die zit nog wel eens op de grote markt om koffie te drinken. Spreekt u mensen in de straat, in de supermarkt? Ja, want ik doe mijn eigen boodschappen en ik heb twee honden. Ik maak veel wandelingen. Maar goed, dan kan je zeggen, waarom zit je niet in wijk A met je honden? Want er is geen parkje, dus ik ga naar wijk B. Maar ik heb een dochter op school, weliswaar de internationale school. En net zoals ieder ander ben ik gewoon burger in Nederland, zo zie ik mezelf. En ik maak spreekt wildvreemde mensen aan, zoals Rutte ook doet in Den Haag? Nou, ik ga ze niet actief opzoeken, maar ik heb gewoon gesprekken met mensen in de winkel. Dingen die ik doe. Ja. En zijn dat ook mensen die bijvoorbeeld... Maar niemand herkent mij hoor, overigens. Nee, is heel dat makkelijk. Zo? Ja hoor, dus ik heb heel makkelijk gesprekjes over van alles en nog wat. Want uiteindelijk, buitenlandse handel... De meeste mensen volgen het niet tenzij ze een direct belang hebben. En helaas volgen steeds minder mensen wat je doet met ontwikkelingssamenwerking. Behalve mensen uit de sector. Dus ik kan heel makkelijk, totaal anoniem, overal opereren, fietsen lopen en noem maar op. Oké, die gesprekken gaan dus niet over politiek. Nee, nooit. 30 september vorig jaar heeft u een lezing gehouden, Abel Hertzberg lezing. En daarin waarschuwt u tegen het populisme, de gevaren van het populisme. Komende week hebben we Europese verkiezingen. Die populistische partijen die gaan daar enorm winnen weer. Snapt u waarom Nederlandse burgers, Europese burgers op die partijen stemmen? Nou, ik begrijp dat er veel onvrede is. Ik begrijp dat mensen zich miskend voelen. Ik begrijp dat mensen denken dat de politiek zoals die de laatste jaren of misschien wel decennia is gevoerd... dat het zo'n plafond heeft bereikt. Dat mensen iets anders willen. Waar ik niet in mee wil gaan, is het meegezogen worden door die extreme stemmen. Ik vind dat daar dus echt een ander geluid nog steeds tegenover moet gaan. En ik vind dat je jezelf en de partij en de waarden en normen niet hoeft te verloochenen. Ik vind wat er is gebeurd, namelijk een meegezogen worden met alles, zeggen ja, de burger, de boze burger. Ik kom eigenlijk alleen maar mensen tegen die een goed verhaal hebben, of ontevreden zijn, of kritiek. Maar dat wil niet zeggen dat alles wat er gezien wordt of ervaren, dat altijd terecht is. Daar moet je dan tegenin durven te gaan. Alles wat aangepakt moet worden, daar moet je begrip voor hebben en dus duidelijk beleid op hebben. Ja, maar het populisme voedt angst. En ik vind dat een enorm... gevaarlijke factor. Dat zien we ook in Europa. In een land als Hongarije of elders. Ja. Wat is het resultaat? Ja. U waarschuwt daar regelmatig tegen. Ik wil even met u mee terug naar vorig jaar, eind vorig jaar. Ja. De commissie Remkes, staatscommissie Remkes, die concludeerde vorig jaar dat een groot deel van de Nederlandse bevolking zich niet gehoord voelt door op het Binnenhof. Laat staan
in Brussel en ja. Straatsburg, voeg ik er even zelf aan toe. Die mensen die voelen zich in de steek gelaten. Ervaart u dat als een probleem, dat gegeven? Even los van de reden en of het terecht is of ja, niet. Ja, precies. Nee, natuurlijk is dat een probleem. Want anders dan inderdaad zijn wij bezig op een soort eilandje te denken dat we goede dingen doen voor Nederland. Want dat is natuurlijk altijd de inzet van wie dan ook, van welke partij dan ook. Dat is de insteek. Maar als er totaal geen terugkoppeling is of verbinding met het meren, met de bevolking, hoe dan ook. En als dat niet gerespecteerd wordt als poging, dan heb je natuurlijk een enorm geloofwaardigheidsdeficit. En dat is ontzettend belangrijk. En dat is nu aan de gang. Ja. Dat is een probleem. Dat is een enorm probleem. En daar moeten we natuurlijk met z'n allen aan werken. Maar mijn punt is, als je kijkt naar de nationalistisch getinte populisten. Er zijn ook mensen natuurlijk die zeggen, ja, je hebt bepaalde vormen van populisme. Ik ga niet zo mee in die definiëring, herdefiniëring. Als je kijkt naar de nauwe, enge vorm van populisme, die zet zich eigenlijk tegen, lijkt wel, alles af en komt met een hele vernauwde versie terug. En ik vind dat beklemmend, benauwend en ik vind het ook niet bij Nederland horen. Nee, dat begrijp ik. Dat begrijp ik. Maar het is ook uw probleem omdat de macht van die populistische partijen ook in Nederland, de stormachtige overwinning van Thierry Baudet, ook komende week waarschijnlijk. Ja, u gaat maar op die resultaten vooruit. Nee, maar goed. Kijk naar de peilingen. Nou goed, ja. Kijken naar de peilingen. Maar ik wil het graag aan. Ik noem het omdat, ja. Omdat het een blokkade kan vormen op de weg die u wilt naar een andere samenleving, naar een Europa. Dus het is die onvrede, of het nou terecht is of niet, maar die onvrede die is er en die onvrede die groeit. En dat is voor u een probleem, voor de mensen die... Ja. Dus mijn vraag is, wat gaat u doen? Want de waarschuwingen, u heeft gewaarschuwd bij de Abel Hersberg-lezing. Er wordt heel veel gewaarschuwd in het land over de mogelijke gevolgen. Er worden vergelijkingen getrokken met de jaren 30. Heeft u ook gedaan in de Abel Hersberg-lezing. Maar dat helpt niet. Want we zien dat Baudet groter wordt. We zien de Brexit-partij in Engeland groter worden. We zien straks bij de... We zien Le Pen in Frankrijk weer populairder worden. Dus er moet een plan B zijn. U moet, als u uw eigen idealen wil verwezenlijken, dan zult u met een plan komen. Wat is dat plan? Nou, plan. Even terug. Sowieso, Thierry Baudet en anderen hebben ongeveer 20% van de stemmen gekregen. Dat was natuurlijk een overweldigend succes. Dat is gewoon een feit. 80% van de mensen heeft natuurlijk gestemd op andere partijen. Dat is natuurlijk ook nog steeds een gezond gegeven. De fragmentering van het politieke stelsel hierdoor maakt natuurlijk het politiek handwerk nog lastiger om tot besluitvorming te komen. Het is niet zozeer van een... U zegt... het is een probleem dat die mensen in dat onderzoek van Remkes zegt, we willen niet, we voelen ons niet vertegenwoordigd, we voelen ons in de steek gelaten. Dat zegt u, dat is een probleem. Dus mijn vraag is, wat gaat u aan dat probleem doen? Ja, maar daar wilde ik net op komen. U heeft haast, dat begrijp ik. Maar plan B, u zegt een plan B. Plan B, dat klinkt als een crisisscenario. Ik denk met z'n allen inderdaad dat we heel goed moeten nadenken hoe we stem en gevoel kunnen geven aan de onvrede. Welke maatregelen daarbij passen, maar ook welke geruststelling over de visie voor het land. En dat mensen zich weer meegenomen voelen. Het is ook duidelijk zo, als je kijkt naar lidmaatschap van politieke partijen, of het nou jong of oud is, steeds minder mensen worden lid van een partij. Hertzberg was inderdaad een verhaal over zorg, maar ook waarden. Nu gaan we met D66, en ik ook het kabinet, maar ik zeg nu even iets over D66, kijken we heel erg wat is de sociaal-economische variant. Hoe kijken we naar mensen die zich uitgesloten voelen? Hoe ga je om met crisissituaties? Hoe kijk je naar wijken waar mensen denken dat hun straatbeeld, hun idee van burgerschap, Nederlanderschap, dat ze zich zo in de klem voelen komen. Hoe kunnen we daarmee omgaan? Maar het voeden door alleen eroverheen te schreeuwen en te zeggen, uiteraard, de oplossing is heel eenvoudig. Sommige mensen het land uit, nog een paar dingen, en dan is het opgelost. Dat vind ik een verkeerde voorstelling, niet alleen niet van feiten, want daar gaat het vaak niet over, van de oplossing. Dat biedt geen oplossing. Ik denk dat hard werken aan een daadwerkelijke oplossing, waarin je mensen ook weer mee kunt krijgen, is helaas niet van de korte termijn, is ook niet van de simpele leuze. Het is het land ingaan, in gesprek en met elkaar proberen er weer uit te komen. Dat betekent dus ook laveren en compromissen sluiten. Kijk, D66 bijvoorbeeld is geen partij die zegt van we hebben maar één lijn. We zijn een progressieve partij van het midden. Het grotere probleem voor ons allemaal is dat het midden, het
gematigde midden, dat verliest aan beide flanken. Links en rechts. En populisten natuurlijk behoorden aan beide kanten. Ja. Nog even terug naar de mensen die op die, op die partijen stemmen. Want dat is toch het echte probleem, denk ik. U zegt, we gaan het nog een keer uitleggen. We gaan uitleggen. Maar wat die mensen zeggen is, er wordt niet naar ons geluisterd. Nee, ik zei niet alleen uitleggen. Ik zei met elkaar in gesprek over welke maatregelen er nodig zullen zijn om juist aan die onvrede en het gevoel van buitensluiting, marginalisering, niet alleen tegemoet te komen, maar daadwerkelijk te helpen oplossen. Dat is wat anders dan uitleggen. Ja, maar dat is een heel groot probleem. Hoe gaat u die mensen tegemoet komen dan? Nou, ik denk dat wat ik net al zei, je moet sowieso veel meer in gesprek. We moeten met voorstellen komen, kijken of wat ze daarvan vinden op het sociaal-economisch terrein. Ik denk dat bijvoorbeeld Rob Jetten in de Kerdijk-lezing het sociaal-economisch vlak heeft meegenomen. Maar tegelijkertijd laten we ook zien dat, als je kijkt, laatst een artikeltje wat hij had geschreven over integratie, dat onder Marokkaanse jongeren de tweede, derde generatie het heel goed doet qua opleiding. Dus je moet ook positieve voorbeelden geven, niet daar bang voor zijn. Ja. Omdat het toevallig misschien verkeerd kan landen. Ja. Nou is het natuurlijk niet een probleem van gisteren of van vorig jaar. Hè. Dit speelt eigenlijk al sinds Fortuyn. En we zien het in heel Europa, we zien het in Amerika. Verwijt u zich dat de politieke midden in Nederland daar te lang te weinig oog voor heeft gezegd? Want u zegt, nou, we gaan dit en dit en dit doen. Dit is het plan, we gaan nu echt in gesprek met die mensen. Maar het is een beetje laat natuurlijk. Nou, dat kan ik niet zeggen. Dat weet ik gewoon niet uit eigen ervaring, heel eerlijk gezegd. Ik denk dat je een trend ziet in Europa en in Amerika, dat de illiberale democratische tendensen doen een opkomst. Dat wordt gewoon beschreven. Het maatschappelijk middenveld staat overal onder druk. Helemaal het gematigde centrum. Duidelijk is dat inderdaad de ouderwetse manier van politiek bedrijven geen weerklank meer vindt op dezelfde manier. Sociale media kunnen daarbij helpen. Maar ik denk dat we ook een beetje de moed moeten hebben om toch die waarde en een idee van visie over een betere samenleving met een plek voor een ieder binnen de rechtsstaat, dat weer een waarde toegekend moet krijgen. En daar moeten we niet bang voor zijn. En beter luisteren? Beter luisteren, altijd. Daarom wil ik ook nog mezelf eigenlijk corrigeren als we zeggen, nou, mensen hebben, ik bedoel niet te zeggen, ik weet niet, het was een eerder punt, onterecht of terecht. Ik wil het hebben over feiten in de politiek. Er wordt te weinig gekeken naar feiten en diepgang en analyse. Maar mensen hebben ook een gevoel natuurlijk. Gevoel uiteraard, maar gevoel wordt heel makkelijk benoemd. Ik denk dat je gevoel en ratio nog steeds op een goede manier aan elkaar moet koppelen. Als ik alleen in de emotie meega, ja, dat werkt, maar daar koop je erg weinig voor. Als je alleen met een sociaal-econometrisch model komt, dan krijg je mensen ook niet mee. Dus we moeten altijd zelf weer zoeken naar de balans, maar ook, denk ik, als politici niet angstig zijn om toe te geven, dit was fout. Dit is dus niet goed gegaan en we gaan nu op een andere manier met elkaar te werk. Ik denk dat dat heel lastig is, maar dat is wel heel belangrijk. Ik wens u daar heel veel succes. Ja. Roderick Velo, dames en heren. Nee. We gaan in één keer door. De volgende staat er te trappen van ongeduld. Okay. Kom staan.